Welkom bij het internationale filmfestival Film by the Sea in Vlissingen. Voordat u naar de hoofdfilm gaat kijken, nemen wij u heel even mee in de wereld van Zeeland Sport & Leisure. Veel kijkplezier! Zeeland Sport & Leisure heeft ons, YD, gevraagd om mee te helpen aan een vernieuwing van de identiteit. En die identiteit moet vormgeven aan het samenwerken, aan het verbinden van allerlei partijen van het netwerk waar ze zich in bevinden. En op die manier wordt sport en leisure steeds bekender in Zeeland en ver naar buiten. Straks het hoofdnummer met de hoogste categorie, de A-rijders. Zeeland Sport en Leisure bestaat intussen 5 jaar en ondersteunt naast topsporttalent ook topsportevenementen. Met als doel het maximale uit het evenement voor zowel de topsporter als het bedrijfsleven als de breedte sport te halen. Het netwerk is in 5 jaar tijd explosief gegroeid en daarmee ook het bereik. Sport opent vele deuren. Samenwerken en het delen van kennis zorgen voor een efficiënte manier van sportieve doelen behalen voor zowel uw organisatie als de sporter. Hoe ze dat doen, dat ziet u in de komende paar minuten. Hoi. Hallo. Ik ben op zoek naar Niels. Ja, Niels is er niet. Nee? Nee. Niels is op het ONK in Hallem. Niels en Erwin nemen deel aan het Open Nederlands Kampioenschap in Hallem. Een alternatieve elfstedentocht op skielers. Banden op elkaar, hier dus in Hallem. Ook al wonen ze voor hun sport in Friesland, ze blijven toch ambassadeurs voor de sportjeugd in Zeeland. Dit jaar hebben ze tijdens de Nationale Sportweek van het NOC-NSF samen met Annemarie Thomas circa 300 kinderen laten skieleren met dank aan de Rabobank Noord-Beveland en de Agrimarkt. Wij zijn vanuit Kofeli heel blij dat we dit soort talenten kunnen ondersteunen. En ook de talenten vanuit het Brand Your Talent programma. Brand Your Talent, kan iemand mij uitleggen wat dat betekent? Brand Your Talent zorgt ervoor dat de wereld jou herkent als talent. Met een unieke eigen stijl en logo. En ook Randstad speelt hier een grote rol, toch? Brand Your Talent zit Randstad als gegoten. Op veel van onze netwerkbijeenkomsten, zoals vanavond, geven wij de sporters van Stichting Zeeland Sport & Leisure een kans om zich te presenteren aan ons netwerk. Goedendag, ik ben Jan-Manier van Four Fusion. Ik zit vandaag naast Nart Tieleman. Ja, over een paar weken ga ik naar, over een paar maanden eigenlijk, ga ik naar Tsjechië, Portugal en Duitsland. En hopelijk het WK in Denemarken. Mijn doel is om de Olympische Spelen te halen. Ja, en dat is ook de reden dat wij als Four Fusion en Nart ondersteunen, want wij vinden dat de Nart zijn droom waar moet kunnen maken. En wij verwachten dat meer mensen of bedrijven Nart gaan ondersteunen. Kijk, voor Esmee hebben we echt een eigen logo gemaakt. Ja. En wat we nu gaan doen. Kofeli vindt het belangrijk om talentontwikkeling te ondersteunen. Zeeland Sport & Leisure biedt daarbij een laagdrempelig netwerk om met allerlei bedrijven contact te hebben en dit verder mogelijk te maken, ook via het bedrijfsleven. Dat is een mooie logo voor Matthijs, moet ik zeggen. Een mooi ontwerp geworden. Maar waar is Matthijs eigenlijk nu, op dit moment? Nou, dat kan ik wel eventjes laten zien. Ik heb naar de Vuelta a Portugal gereden. Hele mooie wedstrijd, het was erg warm. Enorm mijn zin gehad wel. Het waren 11 etappes. Zeeland Seaports vroeg mij om te vertellen wat ik eventueel nog nodig zou hebben aan ondersteuning. En waar ik meteen aan dacht is het kunnen beschikken af en toe over een autootje om mezelf te vervoeren naar de wedstrijden of naar trainingen van de ploeg, etc. Dat zou iets zijn waar ze mij erg mee zou kunnen helpen. Ik ben al heel dankbaar voor wat ze voor mij hebben gedaan. Maar dat is iets waar ik denk van, wie weet. Zeeland Seaport Stimulerings- en Aanmoedigingsprijs. Wat is dat? Yes! Wij staan voor talent. En zij is het talent van de toekomst. In 2013 heb ik de Zeeland Seaport Stimuleringsprijs mogen winnen. Deze prijs is ook bedoeld om zeilsport in Zeeland te promoten. Daarom heb ik samen met Zeeland Sport & Leisure en samen met Team Brunel hebben we clinics georganiseerd en hebben we 400 basisschoolkinderen aan het zeilen gekregen. Ik vind het superleuk dat er afgelopen jaar weer een zeiler is genomineerd. Maar waar is Chief van eigenlijk? Via deze weg wil ik Zeeland Sport & Leisure heel hartelijk bedanken voor alle steun die ze mij hebben gegeven de laatste tijd. Mm.
De jeugd heeft de toekomst. Dat geldt ook voor de Zeeuwse havens. En daarom ondersteunt Zeeland Seaports met de stimuleringsprijs graag Zeeuwse talenten. Hey Lindy, goeiedag. Hoi. Nog gefeliciteerd met je Europese titel. Dat heb je hartstikke goed gedaan. Ja, hartstikke bedankt. Hey, en wat ga je nu doen? Ik ga me nu vooral richten op het WK. Oké, heel veel succes. Ja, bedankt. Ook voor de Zeeland Seaport Stimuleringsprijs. Ja, dat is graag gedaan en ik zie dat hij goed terechtkomt, want het gaat hartstikke goed met alle sporters. Ja. Weet je eigenlijk waar Davy is? Ja, dat weet ik. Mag ik op de iPad lenen? Dan kan ik het u laten zien. Ah, natuurlijk. Ik ben benieuwd. Hallo Zeeland Seaport Leisure. Ik ben op dit moment aanwezig in Rio de Janeiro voor de Olympische testwedstrijd. Ik hoop daarom dat jullie mij blijven ondersteunen en dat er meer mensen geïnteresseerd raken om mij te ondersteunen bij het behalen van deze droom. Ik zie jullie snel. Hier zie ik een duidelijke verbinding met de Olympische Spelen op het gebied van sport. Maar bereikt jullie netwerk ook het bedrijfsleven? Een klein jaar vindt hier in Rio, in deze prachtige stad, de Olympische en Paralympische Spelen plaats. Daarbij gaat het niet alleen om sport. Voor de stad Rio is het een goede aanleiding om investeringen te doen in infrastructuur en in sociale programma's die blijvend zijn. Zo te zien ligt hier een mooie kans voor u als bedrijfsleven. Het NOC-NSF biedt ook talenten een kans richting de Olympische Spelen. Sportbonden en NOC-NSF hebben ambitie om bij de beste topsportlanden van de wereld te worden. Investeren in talentontwikkeling is om die reden dan ook noodzakelijk. Om die reden financieren wij op dit moment sportbonden, zodat zij het daadwerkelijk mogelijk kunnen maken om de beste talenten met de beste talentcoaches in de beste opleidingsprogramma's te zetten. Hey, Zoe, is dat niet precies iets wat jij nodig hebt? Gaat met je training in Zwitserland? Ik ben Zoe Noorman en ik vraag jullie de stichting Sport en Leisure te blijven ondersteunen, zodat ik later naar de Olympische Spelen kan, net als Elisabeth Willeport. Die komt er wel. Blij dat ik hier zit. Maar Arno, ik mis nog een talent. Ja, dat klopt. Dat is Katja Rozen, onze wereldkampioen kitesurfen. Die vind je waarschijnlijk in Scheveningen. Hey Arno! Nou, wij zijn hard aan het trainen hier zo. Ja, het leuke van mijn sport, ik kan natuurlijk gewoon lekker in Zeeland en in Scheveningen trainen. Maar de wedstrijden zijn dus in het buitenland. Dus, hoe doe je dat dan? Naar het buitenland? Veel sponsoring bij elkaar halen. Ja. Daarom was Zeeland Seasports voor mij ook super belangrijk. Heb je een prijs gekregen van ze? Toen, een stimuleringsprijs. Oh, wat dus, goed zeg. Ja, daarvan kon ik mijn trips maken. En is het dus uiteindelijk gelukt om wereldkampioen te worden. Maar het duurste zijn inderdaad de reizen. Ja. En, uiteindelijk, je kan leuk sporten, maar je moet het wel via je netwerk allemaal regelen. Maar ik wil wel een keertje les, want ik vond het echt geweldig. Ja. Ja, echt fantastisch. Ja. Zie jij je dan houdt bij water en sport? Ja, lijkt me een goed idee. Nou, doen we samen, hè? Want water is ook jouw business. Ja. Water is voor de hele wereld een van de grootste business. Dat is mijn passie. En een beetje erbij, dan fiets ik af en toe. Fietsen is tenslotte ook een fantastische sport. Waar water en samenwerken worden gecombineerd. Top! Los van het feit dat je een hele aansprekende startlocatie nodig hebt, heb je natuurlijk ook een hele aansprekende finishlocatie nodig. En dat hebben we natuurlijk ook in samenwerking Utrecht-Middelburg gedaan tussen de college tour, University College Roosevelt in Middelburg, samen met Zeeland Sport & Leisure. En University College Utrecht samen met de Universiteit Utrecht. Zo, wij zijn hier in Utrecht. Wij gaan nu weer een stukje fietsen. En wij geven graag deze bidon over aan de talenten in Zeeland. Ik ben Brian van Groetem, afkomstig uit Sluiskil en rijdend voor Team Roompot. Mijn ambities in de toekomst zijn om verder te groeien als een profvaardig renner. Ik rijd momenteel al voor Team Roompot Oranje Peloton, maar dit is de toekomst. Heeft de University College Roosevelt niet onlangs een pre-tour georganiseerd met Stichting Zeeland Sport & Leisure in het kader van de Tour de France? Dat was ook iets met wind, meen ik me te herinneren. Of was dat nou bij de Giro d'Italia? Middelburg en wielrennen, dan zeg je natuurlijk de Ronde van Italië. 10 mei 2010, toen hadden we hier de aankomst van de derde etappe van de Giro. Een fantastisch feest, de hele week. De hele stad roze, de fonteinen spoten roze, de vlaggen waren roze. Boten in de grachten waren roze, het was fantastisch. Het kon niet mooier, dat dachten we toen. Maar
Deze zomer hebben we dat op zijn minst overtroffen. Met de Pre-Tour, waarvan we van University College Roosevelt naar University College Utrecht zijn gefietst. Met studenten, met docenten, maar met ook heel veel talentvolle Zeeuwen en talentvolle Utrechters. En het was zo'n logische en mooie combinatie, want de Roosevelt staat natuurlijk helemaal voor studenten die het allerbeste uit zichzelf willen halen. En mensen denken dan vaak alleen maar aan boekenkennis, aan het academische. Maar we trekken eigenlijk heel veel sporttalenten. Zeker. Ook. Ik zit even te denken aan onze Ingrid Malan uit Zuid-Afrika. Ja, Ingrid Malan, ja. Molo, Sabona, hello. Ek is Ingrid Malan en ek kom uit Zuid-Afrika. I take part in the sport of dressage and I'm currently training for the World Young Horse Championships in 2016. I hope to one day also compete at the Olympics. Alongside my training at Stel Hexagon, I also take part in a study at the University College Roosevelt. Hoi, mijn naam is Cynthia de Graaf. We staan hier bij het kantoor van mijn vader. Mijn vader sponsort Zeeland Sport & Leisure door middel van het beschikbaar stellen van de ruimte. Hey, hoe is het? Goed, ik ben net wezen trainen. Ik heb een nieuw paard en daarmee hoop ik eind van het jaar internationaal te mogen starten. Wauw, wat gaaf. Echt heel veel succes. Dankjewel. Ik ben toevallig net een talent aan het mailen over zijn ondersteuning via Brentse Talent en Talentboek. En ik ben bezig met de voorbereidingen voor het film bij de Sea Festival. En ik werk als Gelderbeker 2019. En ik heb net een persbericht gestuurd ter promotie van Dame Breske Sailing Weekend. Gaan jullie mee? Het Breskes Sailing Weekend is ontstaan al in de 60e jaren. Wij als Breskes Sailing Weekend hebben ook de samenwerking met Zeeland Sport & Leisure gezocht. Het is een topsportevenement en belangrijk voor Zeeland. Dus vandaar onze geweldige mooie samenwerking. Maar is het niet zo dat er vorig jaar ook al iets met Team Brunel en de Volvo Ocean Race is georganiseerd rondom jeugd en zeilen? Nou, we zijn hier voor de tweede keer in het mooie Breskes. Op uitnodiging van Zeeland Sport & Leisure en Sailing Breskes. Op de Breskes Sailing Week met Team Brunel. Ons doel is om de jeugd te inspireren. Wij zijn begonnen net zoals Finn hier, het jeugdtalent van de maand. We hebben 32 meter de mast ingehezen en hij heeft gestuurd. En het mooie was dat Finn als een van de weinigen van de vele mensen die ik al aan boord heb gezegd, kon zeggen dat de boot loefgierig was. Technische term, maar dat is al iets wat een echt talent echt in zijn vingers heeft. Dus dat was mooi om te zien. De samenwerkende Zeeuwse watersportverenigingen, gebundeld in de Delta Combi, vormen de ideale kweekvijver binnen de Zeeuwse Delta voor het jeugdzeilen in Zeeland. Hoor ik nou ook nog iets over de Scheldebeker in 2019? We staan hier in Breskes. Vorig jaar was het 15 jaar geleden dat we de overtocht hebben gezien. Een emotionele tocht die zoveel betekende dat er een vervolg moest aangegeven worden. En die komt er, 2019. Dus iedereen is al hard aan het trainen om die prachtige historische oversteek te maken. Ja, dat klopt. Naast dat zwemmen ontzettend leuk is, is het natuurlijk hartstikke belangrijk om de zwemveiligheid te waarborgen in open water. Naast dat het ontzettend leuk is, is het natuurlijk ook hartstikke belangrijk om de zwemveiligheid in open water onder controle te houden. Daarom doen wij het programma Zee in Zee. Zee in Zee is het initiatief van Bewegingsplein Westduin. Kijk maar uit, Wietse Berend, want wellicht gaat een van deze supertalentjes jouw beker innemen. Toch, jongens? Ja! Mooi initiatief. Golden Tulip Strand Hotel Westduin maakt zich dus sterk voor meer bewegen. Hoe investeren jullie dan in dat talent? We zijn nu in de buitengym van Golden Tulip Strand Hotel Westduin. Het is de enige buitengym in heel Nederland. Deze buitengym wordt vaak gebruikt door hotelgasten, maar natuurlijk ook voor onze sportieve hotelgasten. Zo is vorig jaar Team Brunel in Strand Hotel Westduin geweest. Wat is er nou nog mooier om te sporten met uitzicht op de duinen, een prachtige natuur, een frisse lucht. Daar krijg je juist energie van. Dus als ik het goed begrijp, ZSL verbindt, versterkt en haalt het maximale uit een evenement voor zowel de sporters, de organisatie als de sponsoren.
En vergeet natuurlijk ook niet de promotie van de regio. Vergeet ik nog wat, Til? Het sleutelwoord is samenwerken, versterken, verbinden, maar ook kennis delen. Ik ben trots dat we de afgelopen 5 jaar met zo'n grote groep vrijwilligers hebben mogen samenwerken. Ons mogen inzetten voor sporttalent met ambitie. Ook u kunt zich aansluiten bij het netwerk van Stichting Zeeland Sport & Leisure. Dat verder reikt dan Zeeland alleen. Doet u met ons mee?